Kijk eens waar ik ben. Proximus Basecamp. Dit is het trainingscentrum van de Red Devils en de Red Flames. Hier gebeurt het dus allemaal, hè? Nee, nee. Vandaag gebeurt het allemaal in de keuken. Oh, maar dat is warm. Hoe doe je dat? Moest dat niet eerst? Dat is niet waar, hè? De Red Flames bewijzen zich vandaag in de Carrefour Cook-Off. Ze krijgen 15 minuten om hun chefkok Wouter van Gansbeke te overtuigen van hun tactische inzicht in de keuken. Hij beoordeelt niet alleen hun kookkunsten. Ze kunnen hem ook inzetten als joker. Dat is 1 minuut kookhulp voor als er iets misgaat. Wouter, wat staat er op het menu? Kip met appelmoes en frietjes. We hebben de kip ingerold met roomkaas en parmaham. Mm-hmm. En frietjes van zoete aardappel. Die heb ik voor hun al gemaakt. Op links speelt vandaag Laura de Loze. Op rechts de aanvalster Tine de Kini. Tine, Laura. Vandaag gaan we een gerecht maken dat heel bekend is. Kip met appelmoes. Lekker. Kunnen wij daarmee fout gaan? Dat kan. Ja? Jij zit niet 100% op je gemak in de keuken. Nee, niet echt. Nee. Okay. Nee? Oh, ik heb al gekookt, maar ja, ik weet niet. Zijn jullie klaar? Ja. 3, 2, 1. Let's go! Nee, van serieus, echt waar. Waarom doe ik dat? Voor wat vindt dit? Voor straks mijn kip een beetje plat te kloppen, denk ik. Okay. Moest dat niet eerst? Dat is niet waar, hè. Hoe doe je dat, hè? Is dat gewoon die baren ertussen smeten? Ik zeg niks. Ja, jij weet het niet, gemist. Oké, hier zijn we ook al met wat smeerkaas bezig. Wie maakte er voor u vaak kip met appelmoes? Als ik echt klein was, was dat vooral mijn bomma. En ja, mijn mama doet het ook wel vaak voor mij. Oké, dus shout-out naar Boma en mama. Ja. Kip is dood. Daar zijn we zeker van. Ah, hier staan wel nog dingen, hè. De appelboekjes. En wat boter. Wilt jij joker inschakelen? Ja, ik wil eigenlijk met een joker. Er staat stoofde appelboekjes in wat boter. Boter in dat water doen. Moet dat stoven is normaal boter, appeltjes erin en dan een beetje bevochten. Ja. Ik zie dat kieker uit intussen. Plat. Peper en zout. Ik doe dus altijd op de programma's ook. Denk je dat je Boma 4 gaat maken vandaag? Proop het. Hey, Tina, moeten we die patatten, appels putten? Zegt er nog? Maar jij zegt. Jij mocht die joker inzetten? Ja, ik ga mijn joker inzetten. Oké, okay, joker komt eraan. Ik ga mee luisteren. Ja, hoe is het eigenlijk met je kip? Ik weet niet. Goed. Ja, goed. Ja, hij heeft mij net een duim gegeven. Nog 2 minuten. 2 minuten? En dan moeten jullie beginnen dresseren. Wat is dat normaal? Appelmoes, dat moet toch een kleur krijgen? Dat komt. Ah. Ja, dat komt. Dat is echt suikerwater. Nee. Dat gaat ook niet eens, zeg. Oké. Oh, man, dat is warm. Ja, ik moest dat niet aanraken. Oh, fuck. Ik heb 3, 2, handen omhoog. Allebei. Het is gedaan. Het is nu het moment van de waarheid. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Het is lekker. Het is gewoon schoon gaar. Appelmoes. Ja. We gaan bij appel houden. Dat is beter. Heel teleurgesteld in, maar kom. Nu die van Laura. Stress. Ja, je zou het weten. Uw kipje ziet er eleganter uit. Echt? Ja. Oh. Ja. Ja, het is donker weer. Dat is beter. De appel. Appel. Ietsje zoeter. Dat is gezonder. Als je dat morgen opnieuw gaat maken... Ja, dan ga ik het weten. Dan ga het weten. Ja. Of je kunt een pot van Carrefour open draaien. Ja, dat kan ook. Ja, ik denk dat beste is. Kippen schaar, allebei, schoon, sappig. Maar het zal toch Laura zijn. En waarom? Ja, waarom? Yes. 1, de elegantie van de kip. En Laura heeft ook haar kip gekruid met peper en zout. Ja, ja. Dus zit hem in de kleine dingen, maar alle twee zeer sterk getest. Tina, goed gedaan. Maar ja, kijk, ik hoef nog wat het is. Je bent de winnaar van de gouden lepel. Wauw, eindelijk. Dank je. Dat is heel graag gedaan. Proficiat. Ook iets gehad in de kast. Dat is lelijk, hè, als ze zegt.